Welkom kijkers van Omroep Dommeland bij weer een nieuwe aflevering van Boksen Natuurlijk. En ik sta vandaag bij Frans Kapiteins. Ja. Waar gaan we het over hebben? We gaan het over bijen hebben. Oh, bijen. Over wat zijn nou bijen? Zo maar gaan we het op blijfje hangen. Ja, het is over mij. Ja, precies. Frans, wat zien we nou hier? Nou, we zien hier, daar kun je het heel mooi zien. Daar zien we een grijze zandbij. En heeft er geel aan zijn pootjes zitten. Of aan haar pootjes, moet ik duidelijk zeggen. Want het is het vrouwtje. Hoe zie je dat? Omdat zeg maar, de vrouwtjes de nestjes maken. De mannetjes zijn al lang verdwenen. We zien wat later in het seizoen ook. Meestal begint de grijze zandbij als eerste van de solitaire bijen actief te zijn. En wat je hier dus ziet, een kleine kolonie. Ja. Want soms is dat heel erg veel. En wat ze nou doen, die vrouwtjes, die halen dus stuifmeel en een nectar. Daar maken ze een papje van en dat brengen ze zeg maar bij de eitjes, want ze hebben daar in die gaatjes, en er zitten heel verschillende gaatjes hier, hebben ze dus, daar zie je weer eentje, hebben ze dus zeg maar eitjes neergelegd en in dat eitje komt dat papje op te zitten. En als dan uit dat eitje komt de larve, die larve die vreet dan dat papje op en daarna wordt het een pop, hè, want het is een volledig insect, hè, een volledige gedaantewisseling. En in het voorjaar, volgend jaar, rond maart, komen ze pas weer uit. Okay. Dus ze hebben maar één generatie. En ik hoorde jou zeggen, solitaire bijen. Ja. Ja, de meeste mensen, dat is wel een erg grappig rol. De meeste mensen hebben het over bijen. Maar dan bedoelen ze de honingbij. Maar er is maar één honingbij, dat is Apis mellifera. Die, precies. Dat is de enige. En de rest, 273 andere, dat zijn solitaire bijen. En dat zijn dus bijvoorbeeld zandbijen. Maar wat is solitair, alleen levend? Ja, die leven, wat eigenlijk een feit is, ze leven alleen, maar toch vaak soms in een kolonie. Okay. Dat is een beetje lastig. Kijk, die honingbij, die leeft echt in een nest. Hè, die heeft dus een korf of een kist, noem maar op. En die leven echt gewoon in een volk bij elkaar. Terwijl die solitaire bijen, daar komen mannetjes en vrouwtjes uit. Mannetjes paren met de vrouwtjes. De mannetjes sterven en de vrouwtjes maken. Hoor ik nou, de mannetjes sterven? Ja, mannetjes hebben niet breed bij de bijenwereld. Nee, ook bij de zeg maar, honingbij hebben die mannetjes maar een kort leven. Dat is misschien ook wel leuk om te vertellen. Want in zo'n volk, op een gegeven moment komen de koninginnen los. Die koninginnen vliegen de lucht in. Nou, de sterkste mannetjes die vliegen mee erachteraan. En één zo'n mannetje mag ermee paren. Die is dan ook gelijk zijn spermatofoor kwijt. Dat is dan een soort zaadbuis. En dan kan de vrouwtje 5 jaar vooruit. Zo. Dus dat is hartstikke makkelijk. Die mannetjes komen terug op de korf, maar die vrouwtjes laten ze niet meer binnen. Die worden vriendelijk bedankt. Ja, die worden vriendelijk bedankt, krijgen een eten meer. Sterven ze. We willen binnen. Nee. Ja, gaat niet meer. Nee, het is afgelopen. En hier bij die solitaire zijn die mannetjes dus eerder dood. Okay. Maar het is leuk hè, dat deze klonie hier is. En nou, zo zie je overal. Ja. En er zijn heel veel verschillende soorten. Want als je in de verte kijkt, zie je ook weer bijtjes. En aan die kant zie je weer bijtjes. Dus die zandbijen zijn echt heel grappig om te zien. Zullen we nou eens een ander familielid gaan kijken? Kom even prima. Mee. Kom mee. Oom of tante? die. Tante bij. Maaier erbij. Tante bij. Waar gaan we naartoe, Frans? Nou, we gaan naar de familie van de bijen. En oh. We hebben het over alle bijen. Dus honingbijen, solitaire bijen. Alle bijen dus. Ja. En naar de familielid en dat vinden we hier. Kijk. Maar dit zijn mieren. Ja, dat is dus echt familie ervan. Familie van de bijen. Ja, dus als je dus naar de grote familie kijkt, of de orde, ze noemen ze dat ook wel. Dan heb je dus de bijen, de wespen en de mieren. En hoe komt dat nu? Omdat ze hetzelfde voortplantingssysteem ongeveer hebben. Je kunt ook een beetje vergelijken met het bijenvolk. Dit is het mierenvolk. Wat gebeurt er in de tijd dat dus de koninginnen rijp zijn? Dan vliegen ze uit, krijgen ze vleugeltjes. De mannetjes krijgen ook vleugeltjes. Oh. En die mannetjes gaan dan samen met de koningin naar boven toe. En die dan het snelste en sterkste is en het dichtstbij zit, die mag paren. De koningin gaat naar beneden toe, bijt de vleugeltjes af, gaat de mierenhoop in. En de mannetjes, die zijn wederom niet welkom. Hetzelfde verhaal als bij de bijen. Jongen. De honingbij precies zo. Normaal. Nee, maar dat werkt wel zo, ja. Maar maken nou die mieren ook, want bijen maken honing, neem ik aan? Ja,
En ik denk aan het woord mierenzoet, waar komt dat vandaan? Nou, mierenzoet, dat is dus zeg maar het spul eigenlijk wat luizen leveren aan mieren. Okay. Want deze mieren melken luizen. Dus die klimmen de boom in waar luizen zitten. En dan inderdaad, nee, niet zo, want ze hebben, dat kan ze niet. Nou, ze tikken met hun voelsprietje, tikken ze zo op de kont van een luis. Dat meen je niet. En dan geeft die luis een zoet druppeltje mee. En dat nemen zij mee. Dus dat nemen ze mee dus naar hun, of ze eten het zelf van hun eigen energie. Maar ze kunnen het ook meenemen naar de koepel toe. Okay. Nou, en wat er gebeurd is, dus dat zij zo'n luizenstapel in stand houden. Dus als een lieve heer een beetje denkt, nou, ik ga eens lekker luisje pakken. No way, want dan schieten al die mieren erop af. Serieus? En dan pakken ze hem aan, hoor. Sorry. Meestal jagen ze hem gewoon weg. Oké, okay, nou. Mooi, hè? Hartstikke mooi. Er zijn er meerdere hier in de buurt, zie ik, hè? Ja, er liggen die. Je moet kijken hoeveel er liggen, hè? Allemaal families. Ja. Mooi. Nou, kijk Roel, hier staan we bij twee bijenkasten. Eentje wat hoger, die heeft wat meer volk. En hier is een kleiner kast wat minder volk in zit. Maar dit zijn dus nou honingbijen. Een honingbij in deze periode wordt 6 weken oud. Maar in de winterperiode, dan worden ze 6 maanden oud. Want dan het volk overwintert. Hè. Dat is anders dan bij bijvoorbeeld wespen. Wespen overwinteren niet. Maar, als volk tenminste, wel als koningin. Ik zie ze naar binnen vliegen met iets op de pootjes. Ja. En als ik het open maak, kan ik de honing eruit scheppen. Nee, zo werkt dat niet. Nee. Er gebeurt een paar dingen. Er zijn bijen bij, die hebben dus sowieso stuifmeel. Dat zit op hun pootjes. Maar wat zo vernuftig is, dat is echt onvoorstelbaar. Dat zijn de bijen die dus nectar gaan halen. Die vliegen weg om nectar te gaan halen. Dat pakken ze in hun maag. Hè. Dat slikken ze dus in die nectar. Die komen naar binnen toe. En dan zitten de jongste bijen. Die krijgen die nectar overgespuugd. Oh. En die hebben enzymen in zich. En die kunnen vanuit die nectar, wat bijna 0% suiker is, 100% suiker maken. Zo. Dus moet je voorstellen, wij moeten dan een fabriek bouwen, gigantisch groot. Maar zij doen dat gewoon in het klein. Vooral die jonge bijtjes, die zijn vooral bezig om nectar om te zetten in honing. Ja, ja. Maar ik neem aan dat hier kan je honing winnen. Ja, dat is ook de bedoeling. Hè, dat hier worden dus straks door de imker worden hier straks de raten, want er zit apart. Hè, de raten waar de honing in zit en de raten waar het leven in zit, die worden apart gezet. En dan slingeren ze straks met een slingermachine slingeren ze de honing uit de wand. Wat ze eerst moeten doen, met het ontzegelmes, moeten ze de zegel eraf schrappen. Maar wat doen die bijen? Want je snapt natuurlijk, honing, en zeker als het heet wordt, in zo'n raad die recht is, dat druppelt er gewoon uit natuurlijk. Ja, dat willen ze voorkomen. Dat doen ze met was. Zo. Nou, jij staat hier. Ja, bijenwas. En jij staat hier kapot te zweten. Dat is allemaal nutteloos. Hè? Ja? Maar die bijen, als die zweten, komt er was los. Ja, ja, die zweten dus was en daarmee zetten ze een zegeltje af. Oh, dat is interessant. Ja, hè? Dat is leuk. En Frans, waarom zijn mensen zo, tenminste, veel mensen nou bang van bijen? Dat snap ik niet. Ja, dat snap ik niet. Ik denk vooral omdat ze indrukwekkend zoomen. Omdat ze wel eens heel dichtbij komen. En mensen gooien wespen en bijen zeg maar door elkaar. Men denkt altijd dat alles wespen is. En ze zijn bang voor wespen steken, dus bijen ook. Maar bijen steken niet. Nooit? Behalve als ze in gevaar zijn. Okay. Maar dan gaan ze zelf ook dood. Want wat gebeurt er? Die hebben een angel met weerhaakjes. Dus elke angel heeft weerhaakjes. En dan blijft die in onze huid. We hebben een hele taaie huid. Die blijft die in steken. En die trekt zich dan los, die bij. Dan rukt hij een stuk van zijn darmen eruit. En dan gaat hij vanzelf ook dood. Maar ja, wespen hebben we wel veel last van in de zomer. Ja, ja, eigenlijk ook weer niet, moet je zeggen. Als je het verhaal weet hoe dat zit. Okay. Een wesp. Die is constant bezig met voedsel te halen voor de larven. Constant op en neer vliegen. Wat is hun voedsel? Vlees. Dus ze pakken insecten. Alle insecten die voor ons lastig zouden kunnen zijn. Die maken ze dood, snijden ze in stukjes en geven ze aan de larven. En wat doet die larven? Die geeft als beloning zo'n wesp, hè, zo'n werkster, een druppeltje zoetstof. Maar op een gegeven moment zijn alle larven, zeg maar, volwassen diertjes. Er zitten geen larven meer, dus ze moeten dan maar zien rond te komen. En ze zijn zo op zoek naar die beloning. Net zoals jij, als je een pilsje pakt, dan lust je het best misschien ook nog wel eentje. Nou, ja. Zij zoeken dus opnieuw dat pilsje, oftewel die zoetstof op. En waar is dat? Wij knoeien als mensen alles, ijsjes, limonade. En dan komen ze op af, want dat zoetstof. Ja, zit te barbecuen, dan krijgen ze wel eens een klein klapje. Ja, dat gebeurt. Klein klapje. Nee, maar dat gebeurt gewoon dat mensen gewoon... Kijk, ik snap best wel dat ze een beetje bang zijn, want een wespensteek kan heftig zijn. Ja, ja, dat kan. Dus als we zeggen over bijen hebben, dan hebben we het over en de honingbij, maar ook over die 273 anderen. Dus ik hoop dat mensen voortaan zeggen,
Als ze zeggen het gaat goed met de bij, dan gaat het goed met de honingbij. Ja. Moet je dan zeggen, niet met maar het gaat slecht met de bij. Het gaat slecht met de bij in zijn algemeen. Het is en waarom is de bij zo belangrijk voor ons? Het is nou, een klein nutteloos beestje. Nee. 80% van onze zeg maar, voedselvoorziening moet aan kruisbestuiving doen. En dat doen dus bijen, samen met zweefvliegen. Kruisbestuiving, wat is dat? Dat is dus zeg maar, dat planten zich vermeerderen doordat er zeg maar, van de ene kant mannelijke zaad naar de vrouwelijke bloemen worden gebracht. Okay. En als dat dan gebeurt, dan komt er daar een product uit wat wij kunnen eten. Okay. En als die producten niet meer uitkomen, dan kunnen we ook niet meer eten. Nee, dus die kleine beestjes zijn gewoon heel belangrijk. Goud waard voor ons. En wat gebeurt er als die verdwijnen? In het ergste geval. Ja, dan krijg je een probleem. Want kijk, we hebben er is een voedselpyramide, die loopt dan zo. Hè? En dan betekent onderaan staan dus de insecten. En als die weg zijn, ja, dan zullen we nu nog geen last van hebben. Maar zoveel jaren later, dan hebben we daar last van. Ja. En dan, ja, dan zullen wij dus heel moeilijk aan voedsel zien te komen. Okay. Daar ben ik echt van overtuigd. En wat nou leuk is, we zijn vanaf april 2018 is Nederland Zoomt begonnen. Dat mensen mee kunnen gaan tellen hoeveel bijen ze in hun tuin hebben. En dat is heel belangrijk, want dan weten we dadelijk, als iedereen meetelt, hoeveel soorten bijen er in de tuin zitten. Dat is heel belangrijk. Okay. Kijk, maar nog één vraagje. Je leest ook wel eens in stripverhalen en zo. Maar ook wel eens in het echt dat iemand achterna gezeten wordt door een zwerm. Dat ze dan in het water springen en zo. Ja. Maar kan in principe, als we nou iets verkeerd doen hier, dat die zwerm dan helemaal naar ons komt of zo? Over het algemeen doen de bijen dat niet zo gauw. Die hebben daar niet zoveel behoefte aan. Maar het geldt vooral voor wespen. De horenaar en de gewone wesp, als dat gebeurt, je tikt tegen de stam waar ze in zitten. Nou, dan moet je inderdaad vluchten en dan kun je het beste het water in duiken. En dan eventjes onderblijven, want ze hangen nog even boven je. Okay. Dus daar moet je wel even op rekening maken. Maar bijen doen dat over het algemeen niet. Oké, nou, interessant. Mooi. Goed, we gaan naar die solitaire bijenkastjes kijken even. Zijn dit nou de bijenhuisjes, of hoe noem je dat? Die ja, kopen, insecten, want... insectenhotelletjes, bijenhuisjes, bijenhotelletjes. Dit is een kleintje, een hele mooie. Nou, er zitten hier, kijk, die zijn gevuld. Hè, dus wat dicht is, daar zitten dus bijtjes in. Okay. Dat kun je dus zien. En de rest moet allemaal nog gevuld worden, want het seizoen is net pas begonnen. Maar ze dicht kunnen ze er niet meer uit? Of? Nee, wacht even, het is anders. Hè. Dus die bijtjes die hebben een open ruimte. Dan leggen ze achterin leggen ze een eitje. Dan leggen ze een papje van nectar met stuifmeel. Dan komt daarvoor weer een eitje en zo vullen ze heel zo'n systeem. Maar ze zijn zelf weg? De vrouwtjes zijn zelf verdwenen. Er zit niks, dus je zit het. Die kruipen erin, leggen een eitje, leggen dan zeg maar het papje erbij, sluiten het af, komt het volgende eitje en gaat dan weer verder. Okay. Nou, er zitten verschillende in, behangersbijtjes heten die, of metselbijtjes, maar dat is hartstikke leuk. En zo, behangersbijtjes? En, ja, zo heet dat, die behangen het dan. Die zitten hier nog niet bij, want dit is allemaal metselwerk, maar dan zie je dus allemaal stukjes plantenmateriaal. Okay. Nou ja, dat doe je, kun je toch gewoon bijna zelf maken. Ja. Nou, bijna. Hier... Sorry? Bijna. Bijna. Dat heb je weer. Als je nou hier kijkt, kijk, dit, hier heb je die kast. Ja. En daar moet je kijken, helemaal vol met wilgen. Nou, fantastisch, hè? Die bijen kunnen gewoon zo naar naartoe vliegen. Want als vol op voedsel zit, stuifmeel, nectar. Klaar is Kees. Nou, hartstikke interessant, Frans. Dank je wel. Het was heel interessant, heel leerzaam. Ik heb heel veel bij geleerd. Dus, je bijen. Ja. Als ik het woord bij hoor, dan begin ik aan jou te denken. Ja, dat is eigenlijk niet zo heel goed. Ik hoop dat de mensen ook iets geleerd hebben over de bij. Dat ze niet zo bang voor de bij hoeven te zijn. Dat hoop ik ook, want je hoeft echt niet bang voor de bijen te zijn. Nou, dan sluiten we af en dan zeg ik tot de volgende keer met Jolijn of Carolijn. Tot kijk. Frans, die Berit, die houden we erbij.